Hallo kijkers en welkom weer op een gameplay van Euro Truck Simulator 2. We zitten al op level 19. Dat is wel echt heel mooi. Ik ga even mijn mutmod van Zelda even wat achteruit leggen. Oh, mijn kabeltjes toch allemaal. Hè. Ik ga ook wat op de achtergrond wat muziek zetten, als dat lukt. Ik wil intussen naar Streamlabs gaan, dank u. Dan dit hier, yes. En let's go. Zet het op 15%. Voilà. Dan gaan we eens kijken naar de convoyen, wat we kunnen doen hier, zo van boven. Bezoek de contracten. Oké. We gaan naar Verenigde Koninkrijk, Groot-Brittannië. Oké, het is van Polen naar Groot-Brittannië. Oké. Dat is een rit van, ik weet niet hoeveel kilometers, 1562 kilometers. Prijs van de ferry is €300. Dus dat kan er nog wel vanaf. En de reistijd is 22 uur en 42 minuten. Oh my fucking god. We hebben het geaccepteerd. We gaan kunststofkorrels vervoeren. En dan gaan we kijken of we ook geen accidenten maken. Hè. Oei. Oké, we zijn vertrokken. We moeten ook nog zelfs gaan tanken. Aanwijzers, oké. Oh, en hier moeten we al direct terug ook al indraaien. En ik hoop dat jullie ook genieten van de leuke muziek op de achtergrond. Ik weet niet hoe lang dat deze gameplay gaat duren, dus pak er ook nog maar een leuk chipske erbij of iets lekkers om te genieten van deze leuke rit richting, ja, richting Groot-Brittannië. Maar ik ga sowieso al bij de eerste dingen al stoppen. Oh. Te kunnen gaan slapen. Je kunt even een rustmoment. Met aanhangwagen en al ga ik hierop. Voilà, waarom niet? Voilà. Oei, het is aan het regenen. Oh. Tante P voor mijn ruitwissers. Voilà, zo, we zijn gedraaid. En we zijn uitgerust. Nu nog eerst ook zelfs naar het tankstation rijden.
Zeg, wie heeft die regen besteld? Dus toch wel even een hele rit. We zijn nu al even onderweg. We zijn nu zondag 17:34. We komen daar pas aan op maandag 16:11. What the fuck? We gaan een hele rit zijn. En ik ga die auto nog niet voorbij steken. Waarom niet? Ik ga hier ook al tanken in Polen. Hoeveel literjes ga ik tanken? We zitten al aan 400 liter, 500 liter, 564 liter, kostprijsje van 785 euro's. Oké, nu kan ik 1800 en 4 kilometer rijden. Dus dat is... Daar was ik al voor. Ja, mooie voorgestoken. Voilà, we komen in Duitsland nu binnen. We verlaten Polen. Welkom Duitsland. Zo moeten we ook nog een stuk, dacht ik, ook door België, dacht ik. Of niet? En eens even kijken, ik heb ook door België. Ja, we gaan ook door België. Hier zo, heel dicht bij Brussel. Zo naar Rijssel gaan we. Dus we komen ook voorbij Luik, Brussel, Rijssel. En dan in Calais gaan we daar de boot nemen naar Dover. Zo gaan we door naar Londen en dan Grimsby. Ik moet toch ook wel eens meer vrachtwagenchauffeurs ook gaan aanwerven, dat ik toch sneller toch wat inkomsten heb. Want ik blijf sukkelen met mijn inkomsten. Dat ik alles alleen doe, een one-man bedrijf. Ik noem dat zo. Dus even kijken hoeveel dat we kunnen gaan inhalen, hè. Dus we zitten op maandag 16:11. En deze weekend zit ik op Freak-O-Matic 25.0. Voilà, we zijn hier speed aan het maken. Dus 16:11 zijn we vertrokken en dat gaat sowieso ook nog meer zijn, want dat ik ook nog een rustmoment moet hebben. Een rustmoment binnen 10 uur, dan zitten we nog 11 uur en dan kunnen we dan nog rijden. Oké. Okay. Dus als we op 11 uur zitten,
dan moeten we gaan rusten. En het blijft maar regenen. Oh yeah, kom op. Hoi, hoi, hoi. Toch wel een leuke muziek op de achtergrond. Voor zo wat onderweg te zijn. Keep right. Oké, mijn GPS zegt dat ik naar rechts moet. Oké, dan gaan we dat ook doen, hè. Voilà, ça. Er zijn ook nog stukken om nu aan het ontdekken zijn met de trucker, dus dat is heel goed. Eigenlijk ook in Duitsland tol. Ik weet het dus eigenlijk niet. En ik ga mijn ruitwissers ook afzetten, want de zonneke begint te schijnen. Heerlijk. Hier en daar nog een drupje die verdwijnt op mijn ruit. Ondertussen tijd zitten we nog aan 1475 kilometer te gaan. Ik ben wel eens benieuwd hoe lang dat deze rit gaat duren, man. Snap dat niet, hè. Je zit zo, bijvoorbeeld ook vanaf het werk te gaan en al. Dus je zit op de baan en al. Ik kom thuis, wat zet je aan? Eurotruck Simulator, wat ziet je? Baan! Ja, ik rij. Eigenlijk, in principe, rij ik wel graag. Ik rij graag rond, ja. Ik wil, werelddelen ontdekken, noem maar op. Ik wil dat gewoon. Ik wil nieuwe werelddelen ontdekken. Of nieuwe stukken land en al, waar ik nog nooit ben geweest. Dan wil ik gewoon eens even naartoe gaan. Amai. We blijven doorrijden. We blijven doorrijden. Het is nu zondag 8 uur 's avonds. Ingamen. Mensen ingamen. Negentien uur 59.
Goedenavond allemaal, het is 8 uur. Ik kan ook wel zo ondertussen tijdens zo wat review pursuit vragen ook stellen. Hè? Nee, dat kan ik niet, want ik ben al af aan het kijken. Dus ik kan echt geen twee dingen tegelijkertijd. Hè? Kan ik gewoon niet. Ik heb toch wel redelijk wat kilometertjes al gereden met deze truck. 17.457 kilometer. Kan ook al tellen. Maar op mijn echte boelijke 273.000 kilometer. Alleen is het probleem hè, dat Duitsland zo groot is. Duitsland is redelijk groot. Om niet door aan het kruisen te zijn. En we zijn nu richting België aan het rijden, richting Luik. Hopelijk zie ik zelfs al borden staan Liège. Hopelijk. Even kijken wat hier staat. Nog altijd niks. Ah, nog altijd niks. Wow. Nee, hand over dat wel. Hey, in drie bands reef ik en ik reed in het midden. Ja, altijd je kunt niet voorbij steken, want dat ik kan proberen dan voorbij aan te steken ben met die camions of chauffeur. Zo was het. Oei, ik zie weer een file. Ladies and gentlemen. Het is 9 uur. Dan ga ik naar rijden. Oh. Ik ben ik echt waar 23 ton aan het vervoeren. Wow, 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 wow. Dat is wel veel. Dat is wel echt veel. Allee, kom aan! Oh, ik stond weer bijna stil. Dat als je 23 ton vervoerde, je rijdt niet in één keer opgetrokken. Dag politie! Een, twee, politie, drie, vier, rekendier, vijf, zes, certificaat, zeven, goede nacht. Ziet de andere vrachtwagen zeker bij de hoekmoer terug voorbij? Oh, dat is niet leuk. Not funny.
Hier komen we weer al op met een klaverblad aan. Als ik hem jou daar blijf rijden, is het goed. Even een opdrachtje vervullen hier bij Psycho TV Gaming. Oké. Okay. Dortmund. Daar zijn we nu naartoe aan het rijden. Keep left, oké. Is daar iets gebeurd? Oh nee, dat is dan gewoon een plaat. Oké. En dan twijfelen als ik dat ga halen, hè, tot aan de boot. En een stuk door blijven rijden. Oh. Nee, geen radio. Oh my god. Want ik wil geen dingen en copyright claim hebben. Staan. Alleen. Het is de communicatie. Nee, muziek. Oké. Mm-mm-mm-mm.
Hier staat dat radio. Voilà, oké. Een paar dingen aangepast. Je moet er rechtdoor blijven rijden. Zie je weer al zwaailichten. Nu deze keer op de brug. Amai. Wel ambiance, sowieso, s'avonds. Maar ik ga wel blij zijn als we onder de 1000 kilometer zitten. Voor mij is het ook dan leuk hoor. Ik kan ook eens zeggen van, mijn reis zit erop. Van Polen naar Duitsland, naar België, naar Frankrijk, zo over naar Engeland. Terug in de vrachtwagen kruipen. 1, 2, 3. Ik ben toch veel tijd in aan het halen hoor. Ik kan nog 5 uur rijden. Vijf uur is morgens. Oké, dan. Kunnen we toch gaan slapen tegen een uur of... 3-4, daartussen. In game, hè mensen, in game, niet in het echt. Oh, ik moet hier af. Ik zie dat het een redelijke draai is. Dus we zijn omhoog aan het gaan. En het is al 10:12 na 12 s'nachts. Tegen 41, 42 km per uur. Houdt de auto snelweg rijden? Waarom ook niet?
Ik ga ook andere landen en zo binnenkort wel eens bijkopen. Dat we nog wat meer kilometertjes per uur kilometertjes kunnen rijden voor jullie. En we zijn al een half uur al aan het gameplayen. Nice. Rivier, daar wil ik gaan slapen. Ik wil wel eens weten hoe ver dat we al op de wereldkaart zitten. We hebben toch al een tamelijke rit al achter de rug, hoor. Dan ben ik ook wel eens aan proberen een opdrachtje binnen te krijgen voor Groningen. Dan wil ik ook wel eens naartoe gaan naar Groningen, Leipzig, Dresden, Wroclaw, Gdansk. Wie gaat daar naartoe? Naar Gdansk? Ik weet het niet. Ik weet het niet! Hier en dan rechtdoor. En dan ben ik hier weer al af van het terminal. Hoeveel zitten we? Oh, 77! We gaan eens even naar de schade kijken. Van de vracht geen schade, daar heb ik op tijd nog kunnen remmen. Oké. Ja, Alteke, we zijn naar boven aan het rijden hoor, dus even geduld hebben. Weer een politie, hè? Nou, Frankfurt. En ik zag ook Liège ook al op de borden staan. Dus dat betekent dat we ook al richting België aan het rijden zijn. België. België. En ik denk dat ik het nu al ga doen. Zo een rustmoment ergens gaan opzoeken. Ja, rechtdoor. Ah nee, ik moet hier zelfs af. Naar Liège. Richting Liège moet ik aanvolgen, dames en heren. We zitten hier nu op de E41. We gaan nu richting de E40. Ik
zie een brug, brug, brug. Toch niet? Mini Cooper of Mini Pooper, wat gaat jij doen? Dat was een invring en ook, of niet? Nee, oké. Okay. Nu mag toch wel stukjes ervan een rustplaats komen. En dames en heren, zonder dat ik het wist, zijn we onder de 1000 kilometer gedoken, dames en heren. Brussel, rechtdoor. Oké, Brussel staat er nu ook al op. Nu gaat het precies wel allemaal wel redelijk snel. Ausfahrt. Pam 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 pam. Dan is wel weer al daglicht, dames en heren. Dat we dan weer gaan rijden, dus dat is ook altijd leuker. Het is wel altijd zo schoon hoor, met al die listjes continu. Zie je opnieuw een brug. Ah, de brug waar we heel vaak over rijden. Ik kom me weer al tegen. Nee, man. Waar is er een rustplaats? Ah. Waar is er een rustplaats? Help mij uit de nood. Want de jager schiet mij door. Ja, ja, ja. Ik zie weer een rustplaats opduiken, dat is heel goed. Leuk, 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 leuk. Ik kom niet tanken, maar ik kom wel even een rustmoment inlassen. Gaat dus hier niet. Dan de volgende rustplaats nemen. Waar we dan België in rijden. Zit dat er nog niet tegen?
Eigenlijk heb ik hem niet wakker gemaakt. Wat ik nu doe, doet mij alsjeblieft mij niet na. Want dat is levensgevaarlijk wat ik doe. Oh, van 3 uur naar 12 uur 's middags. We komen aan om 11:30 s'nachts. Dus we zitten nu in België. In principe moet ik een rustmoment inlassen. Brussel nog 181 kilometer is. Daar gaat een vliegtuig de lucht in. Ik zal zingen veel reisplezier. En mensen die daarin zitten. De Brussel blijven aanvolgen, de E42. Hier staat de Liège Airport, waar ik ook al een vliegtuig heb genomen. Een hele mooie luchthaven. Heel mooi. En dan nog een mooie helikopter boven ons. Ja, en een hele dure wagen aan de kant gezet door de politie, de Belgische politie. Kom Monteke, kom, steek mij voorbij. Yes, dan kan ik die vrachtwagen niet voorbij steken. Het is 1 uur, dames en heren, het is 1 uur. Welkom. Goedemiddag. Lille Brussel. Rechtdoor. Oké. Ik was even iets aan het zoeken. Oh.
Fuck it! Wat ben ik bezig? Hoe doe ik die... Die... Vier vinkers eruit? Even iets doen. Valasse. En dan zes keer vlog opnemen ook nog terwijl. Valasse. Ja mensen. Binnen al drie kwartier is toch al aan het streamen. Streamen zit nu. Gameplay op aan het nemen. Ik zit nu in België. En we gaan nu naar Lille Reims. Of Reims. Of hoe je het ook zegt. Ja, dus die rit kan nog tamelijk een uurtje duren, denk ik. Dat ik ook nog zoet ben met een camion. Ik heb ook al een paar keer gebotst. Oh, zelfs in game bots ik. In game, jawel. Maar ja, ik heb me nog even concentreren op de baan. Want ja, kijk maar mensen, ik ben nog altijd aan het spelen. Dus jawel, dus dat was een kleine toevoeging. Oh, shit is momenteel niet beschikbaar. Ja, dat kan ik ook wel geloven. Ik moet wel met een GPS hebben. Dus ja. Dus ik heb hier een kleine toevoeging gedaan ook aan mijn vlogje. Ik hoop dat jullie je wel toch wel hebben van genoten om nog een keer een vlog terug te zien. Ja, maar genoeg zijn de pimpompet vragen opgebruikt, maar die kom ik wel binnenkort nog wel ook nog eens terug ook in mijn vlogjes. Even nu rust en dan terug wat pimpompet tijd. Oké mensen, dus ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal de volgende keer weer terug. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen, hè. Goed, oké. Abonneren. Later. Vlasta, ik heb Suske van mijn vlog ook opgenomen. Tijdens mijn gameplay, dat moet toch wel lukken. Nog 9 uur race-tijd in game. En het is al 2:30 en heel schone zonnebloemen. We zitten op de E19. En we komen stilkens af aan Frankrijk binnen. Dat betekent dat we ook heel dicht bij de boot aan gaan komen. Frans. Waarom zeg ik altijd Frans? Het is Frans. Paris. Maar daar gaan we niet naartoe. En naar Paris. Lili Calais. Daar moeten we zijn. Het is een tamelijke scherpe bocht, dus ik ga wat snelheid afhalen. Oké. En nu ben ik terug snelheid aan het maken. 41, 42, 43, 44, lalalalalalala. Calais, 145 kilometer nog. Oké, top. Kom maar, dat moet toch wel lukken. Een ene rit.
We gaan zelfs het vasteland verlaten. En dan gaan we naar een eiland toe. En dan is ook weer altijd, zelfs als deze rit ook volledig gedaan is, ook tijd voor mij om gaan te slapen. Want we gaan toch wel ruim over een uur zitten van een gameplay. Wat eigenlijk ook wel mooi maakt. De boot gaat mij 300 euro's kosten. 300. Allee, gele autocast, zeg maar voorbij. Oh, ik moet hier nog altijd rechtdoor. Amai. Even gaat die weg. Oké. Ver is de voor Calais. En ik wil toch zeggen dat we aan de boot aankomen. Van 520 kilometer. Ik vraag me toch af hoeveel kilometers dat er zelfs afgaan als ik de boot neem. Oh, we komen aan bij de boot. Hoop ik toch? Of wordt het echt met de trein, met de TGV? Als dat zo is, dan haal ik dat. Ja. Het is met de trein. Yay. Yeah. Not gay.
Ik wil eigenlijk wel een boot hebben genomen, maar ja. Ik heb niet alles willen in het leven. Mijn gereserveerde plekje staat al klaar. Oh, 35 minuten, oké. En nu is het de andere kant van de baan nog eens gereden, hè? Nog 433 kilometer zijn. Ik kan nog rijden, nog 6 uur. Oké. Okay. Richting Dover. Het is wel raar rijden dat ik niet naar de andere kant moet gaan. Ja, want we zitten in Engeland. Oké, dan. Maandag 22 uur komen we eraan, 22. Voilà, we zitten hier in een volle uur met deze gameplay. Welkom bij Zakko TV Gaming. En we zijn nog altijd onderweg. We moeten richting Dover volgen. Dover. We kunnen niet te snel rijden. Maar we geen extra schade toeprokkelen.
Had ik iets meer? Ik weet het niet. Zo gezegd, hè. Ik weet dat ik een plaat heb meegenomen. Wat ik dan ook nog samen nog wil doen met jullie is dan ook nog eerst rijden naar een herstelplaats en dan van de herstelplaats doorrijden naar de slaapplaats. Nee, van de herstelplaats doorrijden naar de tankstation en dan van het tankstation doorrijden naar een slaapplaats. Dat staat dus nog op het programma van rijden. What the fuck? Zij toch er juist 22, 22, ja, dat komt continu tijd bij. 22, 26, 27, oké dan. Oh, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Maar mijn tijd gaat alleen maar hoger en hoger en hoger. 5:48. Ja, ik kon er mijn nuttekes aan, dus ik kan daar. Ik moet daar in de buurt ergens een rustmoment inlassen. En terwijl ga ik dan ook dan wel saven. Dat ik volledig ben uitgerust voor mijn volgende nieuwe opdracht richting het vasteland. Nu zitten we op een eiland te rijden in Engeland. We zitten nu op de M2. Een klein vraagje naar de kijkers toe. Gewoon even een klein vraagje. Is Engeland nog eerlijk bij Europa, ja of nee? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Is Engeland nog bij Europa of niet? Richting Londen moeten we nu rijden.
Dat optrekken duurt altijd zo lang. Nog 320 kilometer en dan zit de gameplay erop. Ik zie nog verderop een groene bord, maar het is een vrachtwagen. Zo moeilijk ben ik ook nu aan het horen, mensen. Dus ik hoop dat ik redelijk snel ga binnenrijden. Dan nog naar de herstelplaats, dan ook nog eens tanken, dan ook nog eens naar de rustplaats rijden en dan zit pas mijn stream erop. Cambridge. En daar zijn we nu naartoe aan het rijden. Zie je toch dat we richting Cambridge aan het rijden zijn? Mooie remmanoeuvre. We zitten op de M11. M11, nog 257 kilometer te rijden. We zijn te bekend. Geniet me nog maar van het achtergrondmuziek. Ik ga nu mijn mule. Hey, come on, hey! Nu gewoon door blijven rijden tot aan de afleverpunt. En dan gaat in deze hier ook wel stukjes van slapen, want het is 12:10. Tegen nog een goede tik 10 minuten rijden tot een kwartier nog.
En dan zitten we ook aan ons einde van onze rit. Dan nog iets. Binnenkort ga ik dus ook naar FOM toe. Als het gaat, dan ga ik daar ook livestreamen. Als dat niet gaat, dan ga ik continu wat gameplays opnemen, zoals deze. En dan komen die het wel later online dan FOM. Dan mogen jullie sowieso 2 tot 3 filmpjes per dag verwachten. En een gameplay en dan gewoon een video. Maar ik ga wel mijn best doen om daar te kunnen gaan livestreamen. Dat is toch de bedoeling, dat ik zo aanwezig ga zijn op gaming evenementen. En dat ik daar gewoon mijn ding doe. Mijn ding doen, wat bedoel ik daarbij met mijn ding doen? Gewoon gameplays opnemen, bijvoorbeeld als ik in een multiplayer game ook bezig ben, zoals Counter-Strike 2 of zo, dat ik dat ik dat ook wel opneem. En later ook dan online zet. Maar ik probeer altijd wel LAN-parties te vinden. Waar ik wel kan livestreamen. Ik weet dat ik nog één LAN-party moet betalen, dat is XLAN. Dus XLAN, de betaling komt eraan. Dan ga ik wel eigenlijk alles eens in orde maken. Dat is ook mijn nipte. Hoe ver zal dat wel niet ongeweest zijn? Nog 63 kilometer nog. Maar ja, je moet zo denken. Ik kom wel van in de duizenden. 1500 dacht ik. Dus ik moet dan wel niet klagen en zagen. Flits, feel like being a flits. Hoe lang zal deze werkzaamheden wel niet zijn? Toch wel tamelijk lang. We kunnen al 2 keer geflitst worden. Nice. Het is zoveel CG al. Wel als ik. Ik kom hier een tankstation tegen. Dan ga ik tanken.
even nog wat tanken. Ik weet niet hoeveel euro's van totale prijs, maar ik denk redelijk veel. Oh my fucking god. 1158 euro's ben ik kwijt. 1158 euro's. Maar ja, nu kan ik wel terug 1800 kilometers rijden. Maar dat gaan we wel vandaag niet meer doen. Nee. Zeven, 106 kilometer. Oh, dat is weer zo'n leuke liedje op de achtergrond. En we zijn onder de 100. Ik heb van de 100 ook nog gedoken. Dus je ziet, we gaan nu de kleine baantjes op. Dat betekent dat we erbij kan zijn. Crimsby. Daar heb ik weer al een bochtje. Ik wil één ding zeggen, hier ben ik nog niet geweest. Dat moet ik niet doen. Ik ben hier nog niet geweest. Iemand heeft vuilzakken op de grond gegooid. Milieuvervuiler. Die hadden niet in de binnen plagen, die nog niet in de binnen plagen. Daar komt al stukken van aan. Dus eerst afleveren, dan herstelplaats en dan rusten. Oké.
Je gaat nog door blijven rijden. Wat dat hier is, laat het in de comments weten wat het of het bouwwerkzaamheid dat ze hier soms zo doen, zo langs de bergen af. Ja, ik zie de finishvlag. Jammer hè mensen dat jullie mij niet voorbij mogen steken. Ja, dames en heren, zoals ik hier ook zoeken ze van de gameplay al afsluiten. Ah nee, nog niet, nog niet. Dus we gaan naar Grimsby. Oh, even al twee wielen. Moet kunnen. Dit hier heb je toch echt alles. Hier is het, mensen. Kijk naar level up. Jawel, ik ga level up. Ik ben meester. Dankjewel. Ik ben meester. Dat betekent dat ik weer al ergens iets mag bijdoen. Oh, lange afstanden kunnen we al. Oké. Okay. Waardevolle of breekbaar. Breekbare. Hier gaan we eentje bij toevoegen. Dus wat we nu gaan doen, dat is. Wacht hè. Eerst naar hier komen, oké. Okay.
Hier kan ik ook eigenlijk in principe slapen. Wielen zijn en beginnen toch wel wat te verslijten. Mijn zijspiegels. Wat dat is, dat weet ik dus niet. 15%. Oh. Oké, we zitten nu al aan 208.968 euro's. Dat is heel mooi, hè? En nu gaan we de buschauffeur hier in te slapen leggen. Alles, hè? En dan is weer aan het regenen. Maar dat is voor de volgende keer. Dankjewel om naar deze lange gameplay te kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je al te horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later. Yo.